Als de klok over 25 seconden op nul valt, dan mogen jullie, de teamcaptains, door de gang naar de patio aan de linkerkant. Daar worden de boekjes verstrekt. En ik zou zeggen, lever vooral op tijd in, tussen 11 en 11:30 uiterlijk. Ja, dan zullen we zien wat er allemaal van gebrouwen is. Succes, veel plezier, geniet ervan. Nog 7 seconden. Goedenavond allemaal. Nu is het dan eindelijk zover. De 4e editie van de Houtquiz. Net als voorgaande jaren gaat ook Dit is onze wijk mee. En wat nieuw is dit jaar, is dat de livestream de lucht in gaat. Dus iedereen kan live meekijken hoe dat de Houtquiz en de deelnemers actief bezig zijn. Samen met het camerateam gaan wij de hele avond op pad bij de groepen die lekker actief bezig zijn met deze Houtquiz. En hoe is het hier? Nou, we beginnen net, hè? Dus ja. Het gaat goed. We hebben al enkele vragen, dus we zijn volop bezig. Ja, dus, en valt het mee of denk je van, boe, wat is het moeilijk? Tot heel en toe valt het wel mee. Okay. Dan maken we nog niet klaar, maar dan zeg ik, heb al enkele vragen wel gezien in andere categorieën. En dan zeggen we wel, ja, dat is toch behoorlijk pittig, moet ik zeggen. Is ook al iemand weg met voor geheime opdracht? Ja, de geheime opdracht is pas bij ons 9:05, dus daar is nog iemand niet meer weg. Maar dan zijn we alvast met de opdracht 1 bezig met het doel. Voor die plaatjes te herkennen en dergelijke, die zijn allemaal al weg. Ja. Oké, okay, maar jullie zijn best wel een hele grote groep, hè? Met plusminus 30 man. Oh, dat is super. Ja, dat is super. Dat hoor je niet, want wat ik op de lijst zie is 15 heel veel en 20 personen, maar 30. Ja, het gaat toch voornamelijk om de gezelligheid, toch? En daar hebben we met z'n allen prima, hoor. Oh, super. Ja, super. Geweldig, geweldig. Ja? We doen heel goed ons best. Okay. We proberen heel goed ons best te doen. Komt helemaal goed, denk ik. En hoeveel keer doen jullie nou mee? De tweede. Oké. Okay. De tweede. De groep is wel groter geworden, ja, volgens mij. Ja. 27. Nou, netjes, hè? Ja. De rest is al weg, hè? Oké. Okay. Nou, ik hoop dat jullie heel veel... Ja. Allemaal klaar krijgen, hè? Ook alle vragen. Ja, gezellig bij elkaar zijn. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, zeker. Hè? Nou, ik wens jullie heel veel succes. Ja, dankjewel. Hier zitten er dus twee, die moeten dus naar muziek luisteren. En kijken, volksliederen. En kijken of ze weten welk volkslied dat is bij welk land. En hoe vindt u het? Ja, ten oude valt het mee. Ja, dus het is niet echt heel moeilijk. Ja, ik denk van niet, maar we zijn ze allemaal aan het checken nog, dus we weten het nog niet zeker. Maar dan bent u misschien wel heel goed in de volksliederen. Ja, we zoeken ze op via de telefoon, als dat scheelt. Oké, maar het is wel leuk tot nu. Ja, het is wel leuk. Ja? Wij zijn bij de tweede team en dat is de Blue Band Helmond. En die zit hier in de Baarstraat. Er staan al volop fietsen buiten. Dus ik ben benieuwd hoe druk ze bezig zijn. Goedenavond. Goedendag. Mogen we even een kijkje komen nemen? Kom binnen. Goedenavond. Nog niet. Hallo. Bye. Zoals jullie zien zijn ze allemaal druk bezig. Hi. En hoe gaat het hier? Hoe gaat het hier? Goed, ja, volop aan de gang. We kunnen wel zien. Er wordt hard gezocht. En dus, hoe zijn de vragen? Hoe kijk je er tegenaan? Het is weer te doen, denk ik. Nee, hoop ik. Niet zo moeilijk als vorig jaar, denk je? Jawel. Ja, toch wel? Jawel. Oh, wij dachten van niet. Jawel, dat gaat gewoon door. Maar dat lukt jullie wel, want jullie zijn best een hele grote groep. Ja, we hebben geïnvesteerd in een groter team, dus nou moet het zeker lukken. Hoeveel mensen zijn jullie? 23. Nou, super, zeg. Dus, dat gaat helemaal goed komen. We zien de groepen ook groeien ieder jaar, hè? Begrijpelijk. Ja, het is toch een evenement waar iedereen voor het mee moet doen in Mielhout. Ja, natuurlijk. Zeker weten. Dus, alleen, we zijn op zoek naar een breimachine. Oh, maar zijn toch hier dames? Kennen die niet breien dan? Die moet hier, nee, die hier zitten geen in.
en een van de moeders. De pleinen zijn al links. Oh, moet je dat letten? Gewoon door. Oh, dat gaat gewoon door. De spiek wordt wel gebreid. Ja, daarom, daarom. Dat komt goed. Daarom. En succes. Ja, dankjewel. Ja, het is wel pittig. Het is niet zoiets dat je één keer denkt van, je zoekt het even op het internet en je hebt het meteen. Dat is niet zo. Maar voor jullie moet het toch wel makkelijker zijn, of niet? Dat zou je denken. Maar ja, je moet toch wel diep graven. Maar ik wil even bij je zitten. En ik zie hier een heel jonge dame. Een jonge dame, ja. Maar wel, denk ik, de jongste van het team. Ja. Hoe oud ben je? 10. En wat doe je ook nog hier helpen nu? Vooral dingen rondbrengen. Oh, ja, maar je moet toch wel ook dingen doen die je kunt doen. Maar misschien ook wel iets met de vragen waar je in kunt helpen. Vooral opzoeken. Ja, en daar zijn jullie heel goed in, hè? De jeugd is beter tegenwoordig als wij, hoor. Maar vind ik het wel leuk. Ja. En moeders? Ja, ook leuk, hoor. Ja? Ja, ik ben elk jaar mee. Ja, super. Heel super vind ik daar, hoor. En ja, en de groep wordt steeds groter, hoor ik net. Ja, kan niks meer bij. Nee. Nou, ik heb je intussen nog wat plaats. Ja. Wat een verbouwtje. Ja, net verbouwd. Ja, net klaar. Nou, en wat denken jullie? Ja, die hebben het tijd over. Als het goed is, moet het goed gaan, nou, maar dit jaar. Ja? Ja. Niet intellectuelen bij elkaar, maar... Ja, en ik hoor al dat de hulplijnen ook uitgezet zijn. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier vanavond. En doe je best. En we zien het eindresultaat wel, hè? Hallo! Dan zijn we in het mooie straatje de Meester Rietkerklaan. Dan gaan we naar een team en die heet Quack United, als ik het goed uitspreek. Het is volop licht, boven, beneden. Dus ik denk dat de groep helemaal gesplitst is. Hallo. Hallo. Mogen we even binnenkomen kijken? Ja hoor, kom erin. Goedenavond. Hoe gaat het hier? Ja, prima. En vlekkeloos. Wat houdt eigenlijk nou in de teamleider? Wat moet de teamleider eigenlijk allemaal doen? Je moet het overzicht bewaren. Hè? Zorgen dat iedereen aan het werk blijft, geconcentreerd blijft. En ook zorgen zeker voor een hapje en drank. Of heeft u er iemand voor ingeschakeld? Ik ben ook van de catering. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Dan kunnen ze ook nog niet zeggen dat u een vraag verkeerd hebt beantwoord. Nee, daar kom ik goed mee weg. Ja. Hoe is de mielenhout, Steppen? Goed, mielenhout. Buiten gooien, een keer oefenen hier, hè? Nou, wij gaan weg. Ja, bedankt. Houdoe. Houdoe. En bedankt. Doei. We zijn dus eigenlijk nou eens een beetje de grens overgegaan, want het is niet meer echt Mielhout, het is de Helmond West waar we nou zijn. Ja, dus we zijn de loop overgestoken. Ja, we zijn de loop overgestoken, dus wij zeggen de grens een beetje tussen Helmond West en Mielhout. Dus we gaan nou naar de Houtse Parallellekes op nummer 94, eens kijken waar die aan toe zijn. Hallo, mogen we binnenkomen kijken? Ja. Ja? Gefeliciteerd! We hebben een miljoen gewonnen! Wij zijn van de houtquiz. Oh. Och, kijk hier. Kijk Mario, ik vind het dus. Kijk hier. Oh, die lot wordt iets Pancho. Ja. Goedenavond allemaal. Hi. We hebben allemaal geen tijd voor Pancho. We hebben allemaal geen tijd voor Pancho. Als we ons vandaag wat bedenken hebben, die zouden nog voor. We hebben nog tijd voor de vullen. Ik heb geschokken. Ik heb het niet op. Wat is het nou, Femma? Het is nou 8 uur. En het gaat eigenlijk heel hard, hè? Ja. We hebben toch al best wel wat mensen gehad, teams gehad. En ik denk dat we wat langer moeten blijven hangen. Ja, dus we kunnen wel een maaltijd nuttig hebben. Ja, ik denk dat we wel een borreltje en een hapje, dat gaat er bij ons wel in, hè? Dus we gaan even kijken bij nummer 59 wat er, waar we aan het doen zijn. Ik kan helemaal bij de televisie gaan werken. Ja, bij de... Team BV de Apostelwijk. Weet je het? Oh, sorry! Sorry! Hi,
mogen wij een cakeje nemen hier? Hey, ja, jullie mogen een cakeje komen nemen hoor. Komt erin. En Barry, hoe gaat het? Moeilijk, echt moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ja. Echt waar? Ja. Er zitten veel vragen bij dat je zegt van nou, kennis, hè, maar... Ook met googlen is het heel moeilijk om het te zoeken. Dus chapeau voor Unitas, zullen we maar zeggen. Voor de ja, ik heb net al gezegd, van we hebben best wel pintere mannen in de commissarissengroep zitten. Die dingen helemaal bedacht hebben. Ja, dus er zijn geen gekke mannetjes, moet ik zeggen. Ja, dat kunnen we merken ook hoor. Het zijn best moeilijke vragen. Die en jij weet toch alles? Wie zegt dat? Ja, dat zeg ik. Ja, dat is de reet zegt. Bijna alles dan. Nee, dit is best, normaal best moeilijk. En de Google valt ook best tegen, inderdaad. Oké. Maar ze zeggen altijd, in principe is alles op te zoeken op internet. Ze zeggen het wel, ja, maar wel moeilijk te vinden soms. Waarschijnlijk bij de laatste pagina's, want sommige pagina's, volgens mij moeten van achter naar voren zoeken, in plaats van voor naar achter. Maar dat lukt je wel. Ja, we hebben een plaats te verdedigen. Hè. Vorig jaar waren we voorlaatste en die moeten we wel vast proberen te houden natuurlijk. Maar Moet iemand de laatste gaan. Goedenavond. Mogen we even komen kijken? Natuurlijk. Oh, dus jij maakt breien, Marije? Ik maak breien, zoals Lidwien. Die heeft aan mij geleerd, hè? Ik ook niet. Ik brei wel, maar hou iets anders. Ja. Het was even zoeken, maar met de computer en het... En nog wat geschiedenis van vroeger en wat handigheid komen we in heel land, hè? Maar je breidt er ook nog een kabeltje in? Nee, dat moet ook. Dit is de patentsteek, hè? De patentsteek. En je hebt ook nog een valse patentsteek, maar ik doe de gewone rechte, hè? Okay. Is niet zo moeilijk. Nou, ik zou gewoon recht toe recht aan doen. Nee. Ik wil extra puntjes halen voor de groep. Dus, de K en de Q moeten er nog in hebben. Ja, en er moet nog een H en een Q in, maar dat doen we op een hele mooie manier. Dat doen we speciaal. Niet fraaien, Marije. Nee, niet recht breien. Patentsteek. Kom even langs je zitten, als dat mag. Ja. En hoe gaat het? Ja, goed. Moeilijk? Ik vind het meevallen eigenlijk. Ja? Maar ja, moet het ook nog waarmaken. Is het de eerste keer? Nee. Het is de derde keer. Maar de vierde keer van hier. Vorig jaar konden we niet bij zijn. En? Is het nou moeilijker als toen je de vorige keer meedeed? Ja, ik denk dat je een beetje handigheid in gaat krijgen ofzo. Maar aan de andere kant, ja, sommige zijn weer heel moeilijk en sommige ja, kun je wel makkelijker zijn. En je hebt nou een beetje netwerken. Mm-hmm. Dus dan... Ja, dat heb je wel nodig, hè? Ja, dat heb je zeker nodig, ja. Kom even kijken. Kom binnen, ze komen filmen en al. Onverwachts. We hebben tijd over. Hallo. Allemaal. Zie je niks meer. Zie je wat kreeg je toch? Hoi. Oh. Ah, Wilma. Hoi, Wilma. Hoe is het? Goed. En hoe gaat het hier? Ja, gezellig. We zijn met alles bezig. Wordt jullie groep nou niet groter? Ja, we hebben een grote familie, hè? Ja, maar ik dacht, de vorige keer was het toch iets kleiner, of ja, niet? Ja, dat klopt. Ik denk dat er vandaag zich meer aangemeld hebben. Oh, leuk. Ja. Maar dat heb je ook wel nodig, hè, denk ik? Ik denk het wel, ja. We zijn nog niet compleet, want er zijn er ook nog die er niet bij zijn. Maar ja, het is een grote familie. Ja, en de buitenopdrachten of de geheime opdrachten zijn ook mensen voor weg? Ja, Anneke en Leentje in de buitenopdracht doen, met Lucien, dacht ik. En Mark is boven voor de opdracht die dadelijk bij de Odulverschool ergens plaatsvinden. Dus, ja. Ik heb een instrumentje geregeld en dat is onze opdracht. Oh,
Sinterklaas worden. Hebben we autosleutels? Goed zo. Nou, succes, Mark. Joe, doei doei. Hoe heet jij? Senna. Een hele mooie naam. En wat ben jij mooi. Dankjewel. En heb je dat nou gedaan speciaal voor de houtquiz? Ja. Of doe je dat altijd als er iemand komt? Nee, dat doe ik echt heel soms. Oké, jij bent echt heel erg mooi. En wie heeft je lippenstift erop gedaan? Ikzelf. Kun je goed, toch? En wat doe jij nou vanavond? Doe je mama helpen of... Ik ga gewoon heel veel antwoorden zoeken op mijn mobiel. Ben jij daar zo goed in dan? Ja, heel goed. Zo, dan zullen ze wel punten scoren. Heel veel. Mag ik jou wat vragen, Bas? De Ebbers, die bestaan er niet meer? Nee, de Ebbers die bestaan wel, alleen met carnavaleske niet meer, zeg maar. Nee. Maar de Ebbers bestaan wel, want hier staan de Ebbers. Maar jullie komen nog steeds bij elkaar? Wij komen nog steeds, wij zien elkaar nog wel, sommigen wel wekelijks, ja. Oh, dat is wel leuk. Dan, dagelijks. Dan is het wel een hele hechte vriendschap wat jullie hebben opgebouwd. In principe wel, ja. Wij hebben de naam van de scouting uit, zijn we eigenlijk allemaal bij elkaar blijven kleven. We hebben carnavalswagens gebouwd en toen is het even een beetje tot rust gekomen. Om verband met iedereen kreeg kinderen en die ging zijn ding doen. En nu hebben we DAO weer een carnavalswagen gekocht en komen we weer terug. Echt waar? Komen. Ja, we komen weer terug. We gaan get a primeur, we hebben comeback van Ebbers, ja. Met DAO met carnaval gaan wij door de Houtse straten paraderen. Alleen, het jammere van al het spelletje is, er is bijna geen ruimte. Dus wij zijn echt dringend op zoek naar ruimte. Dus bij deze wil ik een oproep doen. Hebben een loods of ruimte voor een carnavalswagen, waar je een beetje kunt klussen. We hebben denk ik maar 5 zaterdagen nodig. Ja, dan zijn wij hartstikke geholpen. Dus bij deze. Hey, applaus. Mensen. We zijn nu bij een nieuwe team. De Big Kahuna Burger in de Lijsbed van Vilijnstraat. Dus dan gaan we eens kijken waar die nieuwe team mee bezig is. Hoeveel adressen hebben we nog, Emma? Nog 2. Nog 1 naar de geheime opdracht. En we gaan nog dadelijk naar de winnaar van vorig jaar. Maar dat is niet hier, hè? Nee. Hallo. Hallo. Mogen we even binnen komen kijken? Kom maar binnen, ja. Hallo. 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 Goedenavond. Hallo. Hallo. Dus jij bent ook degene die het aangemeld heeft? Ja, dat ben ik. Met die hele moeilijke naam? Ja, dat ben ik. Wel, zijn moeder riet gewoon van Veggel, dat zou een stuk enniger zijn. Oh, dus, jij bent dus een broer van Dennis? Ik ben een broer van Dennis, ja. Aha. Ja. En hoe is het hier vanavond? Ja, moeilijk. Ja, zwaar. Toch? Ja, toch wel. En zijn er nog mensen op pad? Ja, er zijn er een paar op pad. Maar al even, die komen niet meer terug. Moesten we niet? Ja, ik heb geen idee. Duurt te moeilijk, denk ik. Ik weet het niet. Zeg maar. En zijn jullie nou voor de eerste keer, hè? Ja, dit is voor ons de eerste keer, ja. En hoe is het nou? Vind het leuk? Vind het niet leuk? Dat is wel helemaal wel moeilijk, hoor. Ja? Ja, ja, maar de gezelligheid. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Je ziet ons zitten, hier met laptops en noem maar op, maar toch kan je niet alles vinden, hoor. Het is moeilijk. Alles is te vinden. Is dat zo? Ja. Op internet? Alles is te vinden. Echt waar? Ja, bij mensen thuis. Nee, op internet. Nee, op internet. Echt? Alles, ja. We zijn echt diep aan het graven. Nou, dan moeten we toch dieper gaan graven, ja. Alles is te vinden. Ja, we hebben nog 2 uur inderdaad. Het is kijk, en jullie hebben best wel een grotere groep, hè? Ja, maar wel jong. Ja, maar dat moet ook. Ja, qua vragen over Ruger zo. Je kunt altijd de historie van Mierlout gaan bekijken. Ja, dat doen we ook. En we zijn de oudjes aan het bellen. Het is van ons moeder en zo, die weten dat maar. Ja, die weten dus heel veel. Ja. Ja. Dus de echte Houtse mensen. Hè? Maar dan nog, blijft moeilijk. Maar wel leuk. Ja, nou, we hopen wel dat je er volgend jaar nog meedoet. Denk het wel. En dan misschien nog met meer mensen. Wel, is maar voor de gezelligheid, hè? Ja. Toch? Ja. Nou, ja, komt goed. We
Nou, we hebben lekker gegeten hier. En ik wil de organisatie wil ik echt bedanken hier. Deze team. Die voor de eerste keer nou meedoet. Voor de gastvrijheid die we hebben mogen ontvangen. En toppie. En we hopen dat we volgend jaar dat ze er weer zijn. Of we met een camerateam komen, dat weten we niet. Maar als we nergens iets lekkers krijgen, dan weten we altijd waar we naartoe kunnen. Wij zijn hier op de geheime opdracht. Bij de laatste team gaan we even kijken waar ze, hoe dat ze het vanaf brengen. En dat is in de gymzaal van de Odulverschool. Daar is toch het een en het ander uitgezet. Mensen moesten bepaalde dingen doen. En we gaan nou eens kijken hoe dat eruit ziet. Ik kom net. Ik kom op het juiste moment. Jongen. We gaan wel een zwembaddum doen. Kijk het niet, Han? Ja, wel, het gaat hartstikke goed. Ja. Maar die koprol, dat lukt toch niet echt, hè? Nee, maar ik ben er niet voor gebouwd. Nee, hey. Nee. Dat moet ook eigenlijk aan de jeugd overlaten, zeg maar. Ja, vergeet de jeugd maar eens hierin, hè? Ja. Maar had ik geen invaller? Nee, ik ben... Ah, dat mag niet. Ik ben ook meteen een invaller. Oké, ja. Daar zal er toch iets van moeten maken. Ik probeer het, Oké, succes. Ja, dankjewel. Zet de camera op. Kom maar een bak koffie laten. Ja, dat is bijna. Je moet er mijn kop zo eten dat je hier oprolt. Hier. Ja, maar dat weet ik allemaal nog wel. Maar ik wil nog niet. Nou, hij helpt wel hier. Zal ik meehelpen, Hans? Ja, kom. Ha, Malon. Hallo, Femma. Hoe is het gegaan vandaag? Nou, het is een fantastische leuke avond weer. Wij zitten volop aan het genieten van alle opdrachten en leuke dingen. En we hebben een hartstikke naar ons zin vanavond weer. Hartstikke leuk. En was het nou dit jaar moeilijker als vorig jaar? Nou, moeilijker kan ik niet zeggen. Anders. Ja. En er zijn weer andere vragen, andere opdrachten. Het is gewoon weer, ja, weer anders dan vorig jaar. Ja. Ja. Dus het is toch weer een reden om te zeggen van volgend jaar gaan we er weer voor om weer een team bij elkaar te krijgen. Nou, sterker nog, we hadden eigenlijk geen team dit jaar bij elkaar. Want ons team van vorig jaar kon helaas niet in dezelfde samenstelling. Ja. Maar we hebben nou eigenlijk een allegaartje van alles wat. En zelfs mensen die vanavond pas kennis maken met elkaar, die nu hier bij elkaar zitten voor de quiz. Ja, dat is toch juist leuk en dat is toch ook de opzet eigenlijk een beetje van de quiz, hè? Om met z'n allen samen iets te doen. Ja, nou dat is ook echt het leuke van iedereen met zijn eigen talenten en zijn eigen kennis en zijn eigen netwerk weer hier deel kan nemen aan de houtquiz. Ja, en dat we nou dit jaar eigenlijk weer bij jou zijn om te filmen, dat is gekomen omdat er vorig jaar is met het filmen het geluid niet goed gegaan. Oh. En wij wilden dit eigenlijk goed maken, daarom zijn we dus nou toch nog weer even teruggekomen om even een babbeltje te maken met jou, met jouw groep. Ik heb met Pim gesproken en met degene die de geheime opdracht heeft gedaan. Ja. En ze zijn enthousiast. En Pim zegt al meteen van volgend jaar weer. Kijk. Dus dat komt dus wel goed, denk ik, met het team samenstellen volgend jaar. Ik denk het ook. En ik denk een oproep bij deze aan alle mensen die al houden. Doe mee. Want er kunnen nog veel meer teams bij, volgens mij. Ja, en misschien ook wel meer leerkrachten van het Odulverschool. Nou, die zijn altijd wel in voor een spelletje. Ja, zeker. Ja. Nou, ik hoop dat jullie verder nog succes hebben. En dat je het goed hebben gedaan. En we zien elkaar in de Geestertong. Nou, hartstikke gezellig. En volgend jaar weer welkom, hè. Ook al staat het er nou wel op. Ja. We zijn hier in de Windmolenstraat 73. Bij de winnaars van vorig jaar, waar zou ik zeggen, heet het team. Die zijn nu even bezig buiten met hun opdracht. En zullen dadelijk even met hun een babbeltje maken. Maar ik zou zeggen, kijk even wat ze aan het doen zijn. Thank you.
zijn nu hier bij de team Wat zou ik zeggen? Die hebben vorig jaar zijn die de winnaar geweest. En we willen toch nog even vragen, hoe is het dit jaar vergaan? Nou, tot nu toe hartstikke goed. Ik denk dat we dit jaar wel weer eerst worden. Het kan haast niet anders. Dat gaat altijd goed. Een superteam. Daar gaat het voor, hè? Daar gaat ja, het voor. Ja, heel veel slimme mensen in het team, dus het komt helemaal goed. En het is niet moeilijker als vorig jaar? Wel meer, wij zijn blij dat we in ieder geval met meer man zijn. We waren vorig jaar maar 15 en nu met 20. En dat is wel gunstig, want en ook een beetje, we hebben iemand aan breien gezet. Ja, ja. Heel de avond aan breien is, want anders kost het wel te veel tijd. Ja, je hebt wel best wat mensen nodig die je kunt verdelen, hè? Ja, dat precies. Je ieder een taak heeft, anders red je het niet. Dan is het meer als andere jaren, klopt. Maar wel leuk, leuker. Ja, ja, daar zien we ook wel de enthousiasme van jullie uitstralen. Ja, nee, maar dat is ook zo. We hebben een hele avond uit de computer, daar ben op een gegeven moment zat. Nou ja, we zullen het horen en zien wie de winnaar is. En verder is nog succes met het afronden. Dankjewel. Komt goed. Hoi Femma. Hoe is het gegaan vanavond? Ja, ik denk perfect, want ik hoor alleen maar positieve geluiden van iedereen. Met name over de geheime opdracht. Lekkere apenkooien in de sportzaal, dus dat was heel goed ontvangen. En wij vonden hebben hem zelf ook geprobeerd, dus we vonden hem ook wel lekker. Ja. Dus hij is goed binnengekomen. En voor de verder rest hoor ik van iedereen dat hij een slagje moeilijker was dan vorig jaar. Maar dat geeft niks, want wie het slimste team van Mielhout wil worden, die moet zijn best maar doen. Ja, ja toch? Ja, ja, gelijk. Dus ik hoor goede geluiden, dus wij blij, iedereen blij. One happy family, zeggen we dan. En zijn de laatste team, is die al binnen? De laatste team was de vier azen en die hebben afgeklokt op 2 minuten voor 30:30. Dus met zweet op de voorhoofd, maar wel binnen. Oké, en de eerste, hoe laat kwam die binnen? De eerste was om 23:05, 23:05. Dus ja... Dat is lekker op tijd. Vorig jaar hadden we iemand die was net te laat en nu hebben we iedereen goed op tijd. Oké. Dus wij tevreden. Ja. Ja, dus we gaan volgend jaar weer er volop tegenaan. Volgend jaar geven we dubbel gas, want dat is het vijfde jaar, Lustrum. Dus ik zeg niet dat hij moeilijker wordt, maar hij wordt net wat anders. En maar wat extra dingetjes. Extra dingetjes, extra fun. Komt allemaal goed. En een beetje jubileum uitgaven. Ja, Lustrum hè, is jubileum, dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, Ferber is gewoon een talent. In alles. Ja, niet overdrijven ze. Ferber in alles. Ze hebben naar mij gevraagd vanavond, van God, wie heeft dat toch bedacht? En ik heb het uitgelegd dat wij toch wel van die hele pintere mannetjes in het commissarissteam hebben zitten. Die dit eigenlijk op touw hebben gezet. Wij als dames hebben wel ons steentje bijgedragen. Maar niet in de opdrachten en niet in de moeilijke dingen die jullie hebben gedaan. Weet wat het is? We zijn een commissarissengroep van 6 mensen. En iedereen draagt zijn steentje bij. De ene hier op dit punt, de andere op een ander punt. Ja. Samen sterk. Dat is ons motto en dat doen we. Dit is onze wijk. In Mielhout. Bedankt. Hartstikke bedankt iedereen. Iedereen die heel graag meegedaan heeft. Wij zijn er heel blij met alle hulp van alle kanten. En volgend jaar gaan we er weer helemaal gaan we er weer voor. Met z'n allen. Ja. Dankjewel allemaal. Houdoe. Houdoe. Houdoe.